Een nieuwe week, een nieuwe vlog. Welkom weer. Het is vandaag donderdag 25 maart. En vanochtend heb ik een superleuke video-edit-sessie gegeven met een aantal ondernemende vrouwen. Van hoe begin je nou eigenlijk met video-editing? Tot elk detail wat zij maar willen weten, leg ik stapje voor stapje uit. De video-edit-sessie! Hoe vonden jullie dat? Voor mij is het heel erg ondersteunend en helpend om inzichtelijk te maken, praktisch. Daardoor ook zelf te kunnen gaan doen. Nou, wat ik vooral belangrijk vind, dat jij dit laat zien in beeld ook. Omdat het vaak de hele kleine pijltjes zijn of dingen. Ja, en daar kijk ik overheen eigenlijk. Ja, super duidelijk. En ik ga meteen mijn nieuwe filmpje meteen editen via het systeem. Nou, super dat het zo waardevol voor jullie is. Ben ik blij mee. Goed om te horen. Nou, tot volgende week dan maar weer, hè? Tot dan! Tot volgende week! Ik moet zeggen dat anderhalf uur best wel pittig is. Ik doe dat 3 keer in de week. Dus ik moet ook echt wel goed voor mezelf zorgen. Veel water drinken en tussendoor ook lekker veel wandelen. Dus dat gaan we nu doen. Nou, kom ik beneden. Wat is dit nou weer? Zijn ze al weg? Zonder mij! Ik heb net Renier even gebeld en hij moest zo nodig, Teddy, dat ze alvast onderweg zijn gegaan. Dus ik ga ook snel wandelen. Nou, op zich, snel wandelen, dat is natuurlijk hartstikke goed voor de mens. Dus dat gaan we dan maar even doen. En ik woon hier in het prachtige Blaricum Bijvank. Dus het is nooit een straf om hier te wandelen, hoor. Teddy, kom maar! Ja! Ja! Kijk eens, ja, Teddy, hoor! Hij moest al nodig. Ja, hij moest heel nodig. Dan nam ik hem alvast maar even mee. Oké. Ja! En dat hij na een week al aan het lijntje kan lopen, dat is toch fantastisch? Hij doet het goed, hè? Hij doet het super. Maar binnenkort ga ik tenminste op puppycursus. Ja, dat is wel nodig voor jou, op puppycursus. Ja, het is meer toch? Voor mij dan voor hem, denk ik. Maar zeker. Goed. Dat komt goed. Met vertrouwen en geduld komt alles goed. Tada! Ja! Het is een officiële plaatje, gedoopt als Teddy. Teddy. De roepnaam Teddy. Je bent officieel gedoopt als Ted. Ja! Ja! Nee, het uitgaan snapt hij nog niet zo goed. Hij heeft net een uur hebben we buiten gelopen. Zonder een plas te doen. Dus hij gaat nu nog even in de tuin, maar dan gaat hij ook weer liggen. Je snapt het niet. Kijk hoe goed ze samen zijn nu ook inmiddels. Ja, dat is een dikke maten. Dikke maten. Dikke pillen. Oh ja, wil je toch even inbijten? Nee. Ja. Ja, lekker wollig. Nee, auw. Lekker kontje. Hij eet dus eigenlijk bijna in een week. Ja. Eet hij zo'n zak. Ja. Nee. Ik denk dat we nog onze hypotheek moeten nemen. Dat wordt, dat kan ik niet betalen. Doe hem weg. Precies. Of een sponsor. Exit. Kunnen we een sponsor vragen? Een collab voor een vlog. Alles werkt met een sponsor tegenwoordig. Ja. Dus een sponsor voor Teddy. Bij deze roepen we. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en vandaag ga ik weer lekker aan de slag met het maken van een online videotraining. Maak je ideale introductievideo op je website. En voor de rest hebben we al lekker gewandeld met het kleine hondje. En heb ik gewoon super veel zin in om weer een nieuwe videotraining op te zetten. Deze set had ik trouwens nog binnengekregen met post via Vinted besteld. Hoe leuk is dat? Mijn favoriete douchegel en nog een bodylotion van Oilili. Echt nostalgie. Nou, ik ga nu eindelijk in mijn kantoor verder werken aan de online videotraining. Een laagdrempelige, korte videotraining waarin je in 5 stappen leert hoe je stapje voor stapje een ideale introductievideo voor jezelf ontwikkelt. Voorbereiding is echt het halve werk. Dus ik ga nu lekker typen en dan ga ik volgende week mijn video's pas opnemen. Kijk wat ik bij de post had gekregen vandaag. Divorce! Dat besteld via Marktplaats. Iemand voor 8 euro heb ik gewoon de hele serie van Divorce. Nou, hoe leuk is dat? Intussen ben ik even naar Blaricum Dorp gereden om wat puppyvoer te halen voor onze kleine Teddy. En nog iets te knabbelen. Kijk eens wie zich helemaal thuis voelt. Ja, hij is lekker wild.
kussens, maar hij daagt iemand uit. Van, wil je met me spelen? Wil je met me spelen? Kijk nou eens wat voor lekkers we allemaal op tafel hebben staan. Yummy, yummy, yummy. Super de puper. We gaan genieten. Het is zaterdag en vandaag ben ik net even naar de kapper geweest. Kan je het zien? Ik was bij Elegance, altijd een super fijne kapper. Daar word ik altijd heel fijn geholpen, dus top dames, echt fijn. Zo is het geworden. Nou. Ja, keurig. Kan niet anders zeggen. Kijk. Wacht maar haar. Jammer dat het maar 3 dagen zo blijft. Ik ben dus even een eitje aan het bakken, want het moet natuurlijk eerst even geluncht worden. Ik weet dat het niet echt gezond is. Sorry Kim, het is niet Kim-proof. Maar het is zaterdag en dan mag je ook gewoon af en toe gewoon lekker dingen eten, toch? Het liefst blijf ik gewoon lekker binnen vandaag. Maar ja, het is ook wel eens goed om er weer een beetje uit te gaan. Even de lokale winkels te bestormen. En kijken wel eventjes wat ik ga doen vanmiddag. Oh ja, die kan ik ook nog eentje laten zien. Ik heb net ook nieuwe dagcremes gekocht. Ik dacht, eentje die echt goed is voor mijn ouder wordende huid. Ik ben tenslotte 42. Dus laat ik mezelf eens een cadeautje doen. En een False Lash Mascara van Essence. Ik las in de Linda dat die echt super goed is. En absoluut binnen budget. Binnen de 4 euro. Dus ik hoop dat het wat is. Kijk, ik heb hem opgedaan. Wat vind je? Kan het of niet? Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet of deze mascara dan bijvoorbeeld verantwoord is, duurzaam, goed voor de wereld. Dat zal dan wel weer niet voor 3, 4 euro, maar hij is inderdaad wel. Kijk, gelukkig waren de winkels open. Nieuwe BH gekocht van Prima Donna. Bij Body Dress in Huizen. Lekkere brede banden. Nou, hartstikke top. Zondag. Goedemorgen. Hi. Zondag beautydag. Even lekker gezichtsmaskertje opgedaan van Reviderm. Ik weet niet of je het kent, maar het schijnt bijzonder goed en effectief te zijn. Ik kreeg trouwens ongelooflijk veel reacties op mijn posting van doe ik er goed aan om een L'Oreal product Revita Lift te kopen. Nou, ik kreeg van alles geadviseerd, dus dank je wel voor je reacties. Super fijn. Vandaag ga ik eventjes een beetje aan mijn huishouden doen. Een wasje, een dweltje erdoorheen, een beetje administratie. Nou, zoals een typische zondag, denk ik. Kijk, ik heb deze vorm gekocht. Deze, er zit dan een snoepje in. Koekje bedoel ik. En dan moet jij hem eruit halen. Nou, een puzzel. Ga je puzzelen? Ga puzzelen. Goedemorgen, het is vandaag maandag en we zijn een muis aan het begraven. Er is weer iemand overleden. Er is iemand overleden? Misschien. Wie heeft dit op zijn geweten? Een mooi diertje. Heel eervol. Nou, heel eervol. Dag. Dag jongen of dame. Zo. Even goed de handen wassen. Hè? Handen wassen, handen wassen, handen wassen. En wat heb jij hier geweten? Was it you? You killer. You killer, you killed the mouse. Huh? Predator. Ja, predator. Boven op de tafel kan het niet. Zo, het is inmiddels 1:30 en ik had mij voorgenomen om vanmiddag 6 video's op te nemen voor een nieuwe online training. Maak je ideale introductievideo in 5 stappen, namelijk 5 trainingsvideo's en 1 introductiefilmpje. Dus daarvoor ga ik nu even mijn make-up aanbrengen en ik ga 5 kledingsetjes ophangen. Nou, joepie, het is gelukt. Ik heb vanmiddag maar liefst 6 video's opgenomen. Kijk, ik heb nog even mijn outfitje aan. Nou, hier krijg je een impressie van mijn thuisstudio. Dus hier zit ik dan op mijn troon met mijn statief. En voor de lamp uiteraard. Mooi achtergrondje gecreëerd. En dan ziet het er al super professioneel uit. Ook al zit ik gewoon heel simpel in mijn eigen werkkamer. Bij deze sluit ik ook mijn vlog van deze week af. Hartstikke bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Ciao!